Bij ons Marco Dirksen. Marco, we zijn hier te gast in de gasfabriek met een hele speciale opdracht vandaag. Wat is de opdracht? Kun je iets over vertellen? Jazeker. Wij hebben als doel vandaag om met heel veel enthousiaste mensen werkgevers in de regio te bellen. Om te vragen of zij een werkervarings- of een stageplek voor mensen willen aanbieden die een moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt, wat versta je eronder? Ja, waar je aan kunt denken is bijvoorbeeld de 50-plussers, alleenstaande ouders, mensen met een beperking, dat soort mensen. Mensen die al wat langer werkloos zijn, die dus al wat verder van de arbeidsmarkt zijn afkomen te staan. En wat we graag willen doen is die mensen weer zeg maar, in het arbeidsproces betrekken door middel van zo'n stage, waarin ze natuurlijk enerzijds dan ervaring opdoen en anderzijds natuurlijk ook weer gewoon in contact komen met mensen. En vanuit die ervaring mogelijkerwijs een vervolgstap kunnen maken. En denk je dat vanmiddag vanuit jullie netwerk de nodige soelaas biedt? Jazeker, daar ben ik van overtuigd. Kijk, als je hier om je heen kijkt en je ziet hoeveel enthousiaste mensen bellen. En we bellen eigenlijk niet heel koud, hè, want het zijn allemaal mensen die van tevoren hebben nagedacht over welke bedrijven zitten in mijn netwerk. Dus we bellen niet zomaar, maar we bellen eigenlijk naar mensen die we eigenlijk wel kennen in ons netwerk naar die bedrijven toe. En ik ben er vast van overtuigd dat in Meppel en in Staphorst echt heel veel bedrijven zijn die graag een steentje hier aan bij willen dragen. Succes vanmiddag Marco en ik hoop dat het voor mij ook een keer wat in het verschiet zit. Ja, heel graag gedaan en daar gaan wij ons best voor doen. Bij ons aangeschoven Gert-Jan Holteman. Gert-Jan, wat is jouw rol in het gebeuren? Ik ben manager van de uitdaging en dit is een actie van de landelijke uitdaging. Dit is de actieweek waar we in zitten en ik heb dit samen met Cyril Kroontje van de gemeente Meppel georganiseerd. Dus dat is mijn rol. Dus en daarbij heb jij een bepaalde rol ook richting, ook richting gemeente? Ik heb de contacten gelegd om samen met de gemeente en het werkgeversplatform Meppel Staphorst en ook weer de gemeente Staphorst om deze actie in te zetten. Gewoon puur om eens een keer handen uit de mouwen te steken, mouwen oprollen en gewoon bellen en die plaatsen, die werkervaringsplaatsen en die stageplaatsen binnenhalen. Het is een landelijke gebeuren, Gert-Jan? Ja, dus de hele week. Tot aan vanochtend waren er, even kijken, volgens mij iets van 345 matches gemaakt. Er zijn 53 uitdagingen in Nederland. En wij waren nog niet begonnen, maar we zijn 20 minuten bezig en we hebben 25 matches gemaakt. Dus het loopt als een tierenlier. Bij mij zit Astrid Kreuze. Astrid is van Persister. Heel kort, wat is Persister? Persist is een handling- en productiebedrijf en wij werken eigenlijk uitsluitend met waarjongen en met participanten. Oké, en dat is en daarom zit je ook hier? Ja, en daarom zit ik ook hier. Wij doen vooral drogisterij-gerelateerde artikelen assembleren. En ik heb gemerkt dat ik dat eigenlijk het beste met de doelgroep kan gaan doen. Dus vandaar de sociale betrokkenheid binnen Persist is al heel erg groot. En ik probeer op deze manier andere werkgevers te enthousiasmeren om ook met de doelgroep te gaan werken. Oké, want Persist, onlangs hebben jullie wat mensen geplaatst, meen ik, bij Remark, hè? Nee, wij doen heel veel werkzaamheden voor Remark, maar die werken wel gewoon binnen Persisten. Oké, en wat je vanmiddag gaat doen is, hoe moet ik dat voorstellen? Ja, ik kom natuurlijk ook heel veel jongens en meisjes tegen vanuit de doelgroep die geen geschikte plaats binnen Persister, die we eigenlijk niet kunnen aanbieden. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die misschien daar wel ruimte voor hebben. Die bedrijven ben ik nu aan het bellen en vraag ik van, goh, hebben jullie misschien een plek voor een stel toppers? Bij ons aangeschoven Roelof Pieter Koning. Roelof, leuk dat je hier bent. Ja, wat is je rol in dit gebeuren? Werkgelegenheid zit in mijn portefeuille als wethouder. En we zijn heel erg druk bezig vanuit de gemeente om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Dus het is prachtig als zo'n initiatief komt om eigenlijk te helpen met de doelstellingen die wij als gemeente hebben. Dan ga ik misschien een hele kritische vraag stellen, hoor. Maar is het ook niet een beetje een dubbelrol van de gemeente? In de zin van, jullie betalen natuurlijk mensen bijvoorbeeld een uitkering. Op het moment dat je die aan het werk krijgt, scheelt dat de gemeente weer geld.
Ja, dat is voor een deel waar. Alleen, wij krijgen vanuit het Rijk geld per iemand die in de uitkering zit. Dus als wij minder mensen in de uitkering hebben, scheelt dat ook, krijgen we dus ook minder geld vanuit Den Haag uitgekeerd. Oké, dus die zit niet echt een dubbele lading aan het verhaal, zeg maar. Nee, en het gaat vooral ook om op het moment dat mensen aan het werk zijn, scheelt dat ook in allerlei kosten, zowel als uitkering, maar ook allerlei maatschappelijke kosten. Werk is de beste bestrijding tegen armoede en wij helpen op deze manier graag mee om mensen aan het werk te krijgen. Als je kijkt, want jij belt ook vandaag gewoon actief mee? Ja, dat klopt. We hebben allemaal een lijstje gemaakt van mensen in ons netwerk waar je het makkelijkst binnen kan komen. Dus we zijn allemaal onze eigen contact aan het bellen. En nou bel je die mensen en hoe reageren die mensen die je belt? Nou, de eerste was heel enthousiast en ik wou net de tweede bellen en toen kwam jij. Maar de eerste plek is gelukt. Bij onze voorzitter werkgeversplatform Seidse Faber. Seidse, vraag, wat vind je van dit initiatief? Geweldig initiatief. Nee, kijk, even als voorzitter van dit werkgeversoverleg hebben we maar één doel. Mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt aan de baan helpen. Afstand tot de arbeidsmarkt betekent dus niet dat er geen kwaliteit is, want die is er wel degelijk. We hebben ruim een jaar geleden hebben we natuurlijk met alle werkgevers in Meppel, in de kring Meppel, Zwolle, Kampen afgesproken in het kader van die participatiewet waar er landelijk 125.000 aan de baan geholpen moeten worden, hebben we gezegd geef ons er maar 2.000. En die 2.000 daar gaan wij voor aan het werk. Ja, we zijn een jaar verder. Ik denk dat we zo'n 1.000 toch wel geplaatst hebben. Dus dat we mooi op schema liggen. En een initiatief als dit, ja, dat past natuurlijk prima in het plaatje om echt een baan te zoeken voor deze mensen. Nou, heb je het over baan zoeken? Net zeg je tegen mij ook nog van wat heel belangrijk vind ik ook een bepaalde coaching. Kun je daar wat van vertellen? Ja, wat we vanmiddag gaan doen is natuurlijk dat we bedrijven gaan vragen of ze stageplaatsen hebben. Dat vragen we aan de ondernemers. Heel veel ondernemers hebben verstand van personeel. Hebben dus ook verstand van het begeleiden van personeel. Nou, we hebben hier te maken met heel veel mensen die eigenlijk wel een baan zoeken, maar die dus even geen werkgever hebben. Dus eigenlijk ook geen coach hebben. Dus wat we nu ook vragen is van, nou stel je voor dat je even zelf geen stageplaats hebt. Maar je zou wel als coach willen optreden voor één van die mensen hier, die even niet aan de bak kunnen komen, maar best geweldige kwaliteiten hebben. Probeer nou eens als coach even naar die mensen te kijken en te zeggen van, moet je luisteren, ik heb even geen plaats. Maar nu ik je ken, nu ik je zie, nu ik zie wat je kwaliteiten kan, nu ga ik mijn netwerk even gebruiken om misschien even als coach jou aan de baan te helpen. Dus het maakt eigenlijk de vraag van vanmiddag veel gemakkelijker. Want je vraagt enerzijds, heb je stageplaatsen, ben je bereid om? En als die regulier nee zou zeggen, hij of zij, de ondernemer, van ik heb even geen plaats. Dan stellen we vraag 2, maar zul je dan coach willen worden? Dat is wel hele slim, hè? Het is hartstikke legitiem, maar het verbreedt ons netwerk weer. We zitten hier als netwerkers bij elkaar. Maar op het moment dat we aan een individuele ondernemer vragen van wil je coach worden, in feite vragen we om, wil je je eigen netwerk beschikbaar stellen voor dat poppetje? Ik denk dat wel heel belangrijk is, ja. Zie je het als het piramidespel. Als je heel klein begint, maar je zorgt dat die lekker wordt verbreed. Het is hetzelfde als social media. Als je het er maar goed opzet, verspreidt hij als een grote. Sluiten we daarmee af. Ik wens je veel succes. Dankjewel. Thank you.